Hoi, ik ben Aart en in deze video leg ik je uit hoe je het liedje De Overkant van Suzanne en Freek en Snelle op gitaar moet gaan spelen. Oké, als je in de beschrijving van de video kijkt, dan zie je een link staan met de bladmuziek. Als je daarop klikt, kun je de bladmuziek dus bekijken. Als je die erbij hebt gepakt, dan zie je dat je de capo op 2 moet zetten en dat het liedje begint met de F. De F is een moeilijk akkoord, want die moet zo. En dat is een volledig barré-akkoord. De meeste beginners kunnen dat nog niet. Als je dat nog niet kunt, dan kun je de F pakken op de kleine manier. Dan leg je je wijsvinger plat over de twee dunste snaren. En dan pak je hier vakje 2 van de vierde snaar, vakje 3 van de derde snaar. Maar dat is alsnog lastig, omdat je die wijsvinger plat moet leggen. Als dat ook te lastig is, dan pak je gewoon dit. En dat is eigenlijk de C, maar dan je middelvinger en ringvinger een snaar dunner. Dan heb je eigenlijk de F maatje 7, maar die kun je wel gebruiken. Ik speel gewoon in de uitleg de F, maar dan weet je dat je daar een makkelijkere versie voor kan pakken als je de F nog niet kunt. Oké, dan gaan we even naar de rest kijken. Er staan allerlei slagjes op en het eerste slagje gaat zo, neer op tik. Dus dat is een mooi slagje. Tik kan ook best wel lastig zijn, maar in dit slagje valt hij wel mee, want dan kun je gewoon neer op tik doen en je hand gewoon zo erop. De mooiste tik is om een tik echt naar beneden te doen. Dat is wat lastiger. Ik heb er nog wel een aparte video over. Hoe je die tik op een goede manier moet doen. Zie je ook in de beschrijving. Dat is dus dat slagje. En daar kun je de eerste drie akkoorden op spelen. Dus neer, tik. Neer, tik. Neer, tik. En daarna krijg je een maat met twee akkoorden in één maat. De G en de E mineur. En als er twee akkoorden in de maat staan, dan gebruik je het andere slagje. En dat is neer, neer, op, neer, neer, op. En dan halverwege wissel je van akkoord. Dus dan doe je neer, neer, op de G. En op de E mineur ook neer, neer, op. En dat gaat wel heel vlot achter elkaar. Dus dan krijg je neer, neer, op, neer, neer, op. En het kan dan wat makkelijker zijn om de E mineur met vinger 1 en 2 te pakken. Dat vind ik wel makkelijker. Dan kun je ze makkelijker wisselen. Dus, dan heb je het intro gehad, dat klinkt dan zo. Oh, foutje. En dan kun je beginnen aan het couplet. In het couplet heb je eigenlijk gewoon dezelfde regels in het intro. Drie keer, dus dan kun je hetzelfde doen. De laatste regel van het couplet, daar zit op het eind een G en er staat achter tussen haakjes één keer. Sla hem gewoon één keer aan. Alright, dan komen we bij het refrein aan. En in het refrein gaat het iets meer open. Dus dan wordt het iets meer vol gespeeld allemaal. En dan is het mooist om een slagje te pakken zonder die tik. Want die tik is heel erg ritmisch en dat is wat meer geschikt voor het couplet. Dus in het refrein nog weer een apart slagje. Oké, dan gaat dat een beetje zo. Neer, 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 op. Dat is het slagje van het refrein. Ik zal even laten zien hoe het moet. Oh, en trouwens, in het refrein zie je ook weer maten staan met twee akkoorden in één maat. Daarbij doe je weer het slagje van neer, neer, op, neer, neer, op. Dus dan krijg je dit in het refrein. Er zit in de tweede regel wel een beetje een instinker. Tenminste, ik vind die een beetje irritant om te onthouden. Want daar zit je in de tweede maat, zit je met de C en de A mineur in één maat. Dus dan pak je weer het andere slagje en moet je halverwege de maat wisselen van akkoord. Die vergeet ik nog wel eens. Die komt een beetje sneaky tussendoor, omdat die in de eerste regel niet zit. En dan ben je daar al een beetje aan gewend. En dan zit je in de tweede regel ineens wel. En dan krijg je dat ineens. En dan moet je daar een beetje scherp op zijn. Oké, aan het eind van het refrein weer één keer aanslaan de G, maar nu wel eerst de eerste G daarvoor, die speel je wel gewoon met het slagje. Nou ja, en dan heb je daarna weer een couplet. Die is opnieuw hetzelfde als het eerste couplet, alleen dan vier keer dezelfde regel eigenlijk. Dan kom je bij het pre-chorus aan en in het pre-chorus staat er weer een ander slagje. En dat is een heel makkelijk slagje, want dat is namelijk gewoon vier keer omlaag. Maar let wel op dat het twee dezelfde akkoorden achter elkaar zitten steeds. Dus dan krijg je dit. En dan de D mineur. Ook een lastig akkoord als je beginner bent. En dan de A mineur. En dan de G. 2, 3, 4.
verder. De C en de A mineur enzovoort. Oké, nou, ik denk dat die aardig duidelijk al is. In de bridge zitten er nog een paar variaties qua akkoorden. Dus net wat andere akkoorden dan in het refrein bijvoorbeeld. Maar je kan hem gewoon volgen zoals je hem gewend bent. En in het laatste refrein zit op de eerste regel, daar heb ik erachter geschreven, neer, neer, tik. En dat is precies wat ze doen. Neer, neer, tik. Dus dat gaat zo. En in de tweede regel weer. Op die manier. Oké. Het kan best lastig zijn om dit liedje helemaal te spelen als je beginner bent, zeker. Als je helemaal aan het begin staat van gitaar, check dan even mijn basiscursus op mijn website. Want daar leer je gewoon de basis en als je dat een beetje aangeleerd hebt, kun je dit liedje zeker spelen. Ik denk dat het zo moet gaan lukken. Je kan wel nog een soort van moeilijkere versie maken, want ze doen ook tokkeltjes erin. En die hebben we niet gedaan nu. Dan heb je bijvoorbeeld in het tweede couplet doen ze dit. Dat klinkt super vet, maar dat is wel echt moeilijk. Dus als je nou iets hoger niveau hebt en je wilt dat kunnen, je kan me altijd even een berichtje sturen voor een uitleg daarvoor. Maar deze video is even echt bedoeld voor wat meer de beginners. Ik zou zeggen succes! En als je dit leuk vond, check ook even mijn andere video's, want er zijn meer leuke liedjes te vinden. En check mijn website, geef even een duimpje omhoog en abonneer. En dan zie ik je weer in de volgende video.